Oké, okay, welkom terug. Vandaag dus, uh, gaan we beginnen aan onze tweede fotoopdracht. Dus om een klein beetje een kader te geven, dit is een, een cursus voor de absolute beginner, dus voor de absolute ba basiskennis fotografie, waarbij dat we eigenlijk aan de hand van een drietal fotoopdrachten aanleren hoe je volledig manueel kunt leren fotograferen. En die drie opdrachten zijn zo gekozen dat je in elke opdracht weer iets nieuws leert. Vandaag, dus we zijn eigenlijk begonnen in de eerste fotoopdracht, zijn we naar buiten gegaan. Hebben we buiten een opname gemaakt van een landschap. Dat hoeft niet per se een natuurlandschap te zijn, maar dat moest wel een, breed, euh, allez, een brede opname zijn. Dus hebben we hebben ook een breedbeeldlens, euh, een breedhoek, een zogenaamde breedhoek gebruikt bijvoorbeeld. We gaan ook nu een aantal dingen op dezelfde manier doen, maar er zijn een aantal dingen die we gaan veranderen voor het nieuwe onderwerp. Het onderwerp van vandaag is portret, dus we gaan een portret maken. Um, als je dat wil, kan je deze opname wel binnenmaken, maar als je die binnenmaakt, maakt maak het jezelf dan niet al te moeilijk. Ga toch bij een raam of in een locatie binnen waar je veel licht hebt. Eigenlijk gemakkelijk het gemakkelijkste is gewoon vlak bij een raam overdag, zodat je via dat raam toch veel licht hebt. Plus dat je ook door dat licht op, die door dat raam komt ook mooi licht op uw onderwerp krijgt. Want ik heb het al gezegd in de vorige opname dat we eigenlijk um, wel gaan leren van een, een, een mooie manuele belichting te maken. Dus een technisch goede foto, maar dat de foto ook nog uit andere elementen bestaat, zoals mooi licht, zoals een mooi, men, uh, mooi moment beter en zoals een mooie compositie. Dus begin maar met een, een onderwerp te zoeken. Ja, als, als het vinden van een model niet evident is, dan, dan kun je, ja, kunt je eventueel nog een huisdier of zo gebruiken. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat het een klein detail is dat je gaat fotograferen. Dus dat mag eventueel ook gewoon een, een bloem zijn in huis of buiten een vaas. Gewoon een klein detail. Waar we de vorige keer een wijdse landschap gefotografeerd hebben, gaan we nu dus een klein detail gaan fotograferen omdat we een klein detail fotograferen, uh, kunnen we nu een lens gebruiken, een langere lens. Dus een lens met een langere brandpuntsafstand. Een uh, 80 mm lens, een 100 mm lens. Alles vanaf de 50 mm is eigenlijk meer dan voldoende. Als je een zoomlens hebt, kan je dus uh, gaan inzoomen, waarbij je onderwerp dus dichter lijkt te komen als je blijft staan, waarbij je lens langer wordt. Dat gaat het ons gemakkelijker maken als we die foto maken, omdat we dan gemakkelijker dat ene kleine detail. Daarmee ons beeld kunnen vullen. Met een, met een groothoek ga je dat ook kunnen doen, maar dan moet je heel dicht op je onderwerp gaan. En dan, dat heeft een aantal nadelen. Als je een portret maakt, is dat vervelend voor die persoon die fotografeert. Maar ook krijg je het nadeel dat je doordat door je zo dicht op je onderwerp staat, krijg je nogal een vertekening van je beeld ook. Wat je eigenlijk bij een portret typisch niet wilt. Dus daarom werkt voor een portret een uh, standaard lens tot een tele uh, telelens uh, beter dan een breedhoeklens. Dus dat is de reden waarom dat we deze keer voor een andere lens gaan. Dat is alleen iets dat, dat we anders doen deze keer dan bij de, de landschapsfoto. Wat dat we wel opnieuw weer op dezelfde manier gaan doen, is een ISO-waarde kiezen. Zoals dat we vroeger bij ons filmpje filmke kozen met een bepaalde ISO-waarde, gaan we nu ook opnieuw weer een bepaalde ISO-waarde kiezen in functie van... De, de hoeveelheid licht die daar op dat moment is. Dus ja, oké, okay, als, als je buiten fotografeert opnieuw, kun je weer ISO-waarde 200 nemen, of als je camera dat aan kan, kan je zelf nog zakken naar 100, of naar ISO 50 bijvoorbeeld. Als we binnen gaan fotograferen, kun je wel beter bij ISO 200, of misschien zelfs naar 400 gaan. Dus hoe hoger dat je die ISO-waarde, hoe groter dat getal is, hoe, hoe gemakkelijker dat je licht opneemt, maar hoe, ook hoe slechter dat... Uh, hoe minder scherp dat uw beeld wordt en hoe meer kleuren is dat je krijgt. Maar zoals vroeger kiezen we dat dus ene keer en we veranderen dat niet bij elke opname. Dat is het belangrijkste dat we nu willen onthouden. Ik kom er straks nog op terug, maar de vorige keer wist ik om dat we buiten fotograferen, kon ik u perfect vertellen welke instellingen dat we nodig hadden. Nu ga ik dat niet kunnen doen, om verschillende redenen. Maar daar kom ik later nog wel op terug. We hebben dus onze lens, we hebben ons, ons filmpje tussen aanhalingstekens. ...en eigenlijk onze ISO-waarde bepaalt. Dan gaan we nog een keer kijken naar dat focussysteem... waar we bij dat landschap manuele focus gebruikt hebben... ...en op oneindig, dus zo ver mogelijk... ...dus echt in de verte scherp gesteld hebben. Wat eigenlijk in de praktijk krijg je dan... ...dat alles van bijvoorbeeld 2 meter tot op oneindig scherp is in beeld... ...wat ideaal is voor een landschap. Nu gaan we een detail fotograferen. Dus we willen echt wel dat onze scherpstelling... ...juist staat op dat detail. We kunnen met die scherpstelling spelen... Dat maakt het gemakkelijker om, een, om, de, om de aandacht van de kijker te vestigen op dat detail. Als dat ene detail wat hij fotografeert scherp is en de rest van uw beeld is onscherp, dan is dat duidelijk dat dat uw onderwerp is. Dus we gaan dat hier in deze oefening gaan dat ook gebruiken. Um, en die telelens werkt dat ook in de hand. Maar het is wel belangrijk dat we natuurlijk goed scherp stellen. Dus wat dat we nu gaan doen, je had ergens een knop met die M van manuele focus, de S van single autofocus en de C van continu autofocus. We gaan die nu op S zetten. Dus op de S zal ons autofocus systeem in gang schieten en van zodra dat het scherp gesteld heeft zal het er een pieptoon uh, zijn of zal het kadertypes typisch heb je in uw, in uw zoeker van die kleine kotten die aangeven waar dat er scherp gesteld is dat kleurt vaak ook groen op het moment dat het scherp gesteld is. En van zodra het scherp gesteld is is gedaan. Terwijl dat die continu eigenlijk gaat blijven scherpstellen. Dat gaan we in de volgende oefening nodig hebben. Maar dus nu gaan we naar die single focus gaan. Die single autofocus. En om dat autofocus systeem in gang te zetten moet je eigenlijk je ontspanner dus half indrukken. En dan gaat dat beginnen werken en gaat dat scherpstellen. Dus het is belangrijk als je dat, als je dat kotje kunt verzetten. Verzet dat kotje dan meteen op je onderwerp. Zodat uh, u van zodra dat het scherp gesteld is op dat kotje, dat dat juiste kotje ook Correct staat. Ik kan nu niet in detail gaan uitleggen in de instellingen dat je dat um, autofocus systeem correct moest zetten voor deze oefening hier, omdat dat te specifiek is voor elke camera. Moest je echt vragen hebben daar rond, vastzitten, vraag dat dan gerust hier in de, uh, als commentaar of stuur mij een, een bericht of zo. Maar uh, over het algemeen kunnen we dat wel ook ergens anders in de handleiding of zo, desnoods vinden. Maar we willen dus uh, single autofocus. Liefst op een enkel punt. Dus zonder trekking of dergelijke. En dat kunnen trouwens in die zoeker ook zien, hè, wat er scherp is. Nu, we, gaan, uh, we zitten binnen en we willen een bepaald detail fotograferen. En we gaan de scherpte op dat detail leggen. We gaan gebruik maken van een, een kleine scherpte-diepte. Uh, zodat alleen uw detail, alleen uw onderwerp, alleen uw gezicht, als het een gezicht is dat je fotografeert, alleen dat scherp is en dat de rest uh, wazig is. Ze noemen dat op internet vaak bokeh. Uh, dus uh, met weinig scherpte werken, dat er maar een klein stukje van uw beeld scherp is. En hoe doe je dat? We doen dat door ons diafragma uh, zo ver mogelijk open te zetten. En ook hier, ik kan u daar geen exact cijfer geven, omdat dat sterk afhankelijk is van de maximale opening van een lens. Alle lenzen zijn anders gebouwd en de maximale opening van lenzen verschilt van lens tot lens. Hele dure lenzen hebben grotere maximale openingen. Uh, goedkoper lenzen hebben kleinere maximale openingen. Bij Fujifilm heb je heel veel F2 lenzen. bijvoorbeeld, Dus met de maximale opening van F2. En dan kan ik die gemakkelijk op F2 zetten. En dat is de maximale opening. Het kan goed zijn dat je een lens hebt die nog verder open gaat naar 1.8, 1.4. Het kan ook zijn dat je lens maar tot 2.8 kan bijvoorbeeld. Maar je wil eigenlijk het kleinste getal. Het kleinste getal staat gelijk aan de grootste opening. Mogelijk in de lens. En door die grote lensopening te nemen, krijgen we die beperkte scherptediepte. Als we terug gaan vergelijken met die eerste foto, waarbij dan we landschap gefotografeerd hebben, dan hebben we die lens vrij wel dichtgedraaid. We hebben een beetje rekening gehouden met, met weer, omdat ik dan u de instellingen kon geven voor de plichting. Maar we zaten met afhankelijk van het weer F16, F11, F8. Dus dat zijn al kleine openingen op het moment dat je opdrukt. Als die lens volledig open dan heb je veel scherptediepte wat dan nodig was voor dat landschap. Maar nu gaan we dus die lens volledig openlaten, waardoor dat we beperkte scherptediepte krijgen. Vandaar ook opnieuw dat het belangrijk was dat we onze scherpstelling wel op het juiste punt hadden gezet natuurlijk. En dan zijn we er eigenlijk al bijna hoor. We hebben ons filmpje, onze ISO-waarde, we hebben ons diafragma gekozen. Er was nog één parameter belangrijk voor de belichting. Dus je had die drie parameters van de belichting, namelijk de ISO-waarde, de diafragma of de lensopening en de sluitertijd. En nu gaan we dus die sluitertijd instellen. Nu, de sluitertijd in deze oefening is de sluitertijd niet belangrijk. Tenzij dat uw foto helemaal bewogen zou zijn, is dat waarschijnlijk omdat u sluitertijd om te laag gekozen hebt. maar als je bijvoorbeeld een sluitertijd van een 125 ste kiest, is dat al voldoende. Laat ons zeggen niet lager dan de 1 gedeeld door de brandpuntsafstand van uw lens. Als je een 200 mm lens vast hebt, dus niet lager dan 1 200 ste van een seconde. Dat is zo'n vuistregel dat je kunt gebruiken. Dan heb je een 50mm lens van niet, geen trage sluitertijd, dan een 50ste afgrond is dat dan een 60ste van een seconde. Maar hoe bepaal je nu die uh, sluitertijd? Dat gaan we, dus waar dat ik bij die vorige les eigenlijk perfect aan de hand van het weer u bijna de juiste sluitertijd en de juiste instellingen kon geven, gaan we nu dus echt wel, omdat we met die andere lensopening zitten, ik weet niet met welke lens hij fotografeert, we zitten, mogelijk heb je ook een andere ISO waarde gekozen om te beginnen. We zitten binnen, zitten we buiten? Hebben we hebben meer of minder licht. Um, we gaan dus echt deze keer moeten kijken naar onze lichtmeter. We gaan echt moeten volledig vertrouwen op onze lichtmeter. Dus als u herinnert, dat was in uw zoeker kunnen dat zien. Dat was zo'n aanduiding, typisch ofwel verticaal ofwel horizontaal, met allemaal streepjes, met in het midden een nul. En dan uh, aan de ene kant gaat het van 0 naar plus 1 naar plus 2 naar plus 3. En aan de andere kant gaat het dan naar min 1, min 2, min 3. En dat geeft aan, er is dan ook een aandoening die aan heeft waar dat onze belichting op dat moment zit. En dan moeten we zo dicht mogelijk bij de 0 krijgen. Als we het niet exact op de 0 krijgen met onze sluitertijd. Dus we, we, we passen die belichting aan door onze sluitertijd aan te passen. Als je het niet exact op de juiste plaats krijgt, is het beter van een klein beetje onder de nul dan een klein beetje boven de nul te gaan. En sowieso zeker niet voorbij de min en de plus in gaan, want dan zit je met een foto die uh, meer dan een stop uh, verkeerd belicht is en die dus moeilijk te corrigeren is. En de, ook op de computer moeilijk te corrigeren is. Maar dus experimenteer een beetje, zoek wat dat een sluitertijd is die voor die situatie daar. Natuurlijk, als je op dat moment. Als plots de zon door de wolken breekt of je besluit van het gordijn dicht te doen als je binnen zit of je of verplaatst je. Dat gaat opnieuw veranderen, dat licht. He. Dus je gaat die sluitertijd weer moeten aanpassen. We willen onze lens op de volle opening gebruiken, dus daar gaan we niet aan foefelen. Maar we willen wel met die sluitertijd dus, dus op zoek gaan naar een goede belichting. En dat is eigenlijk onze laatste stap. Alleen dat is niet echt helemaal onze laatste stap. Maar in de oefeningen die we nu maken, is dat onze laatste stap. Dat zou dan op termijn, een keer dat je dat onder de knie hebt, dan leren, automatisch, nee, wat zeg ik, dan leren manueel belichten. Dan ga je kunnen concentreren op de andere elementen die, beeldvorming belangrijk, die, mooi, die voor mooie beeldvorming zorgen. Dat was dan dat mooi licht, uh, dat mooie moment uh, bij een model, de, de juiste uitdrukking enzovoort. Dat heeft te maken met moment. En ook super belangrijk bij een foto, een mooie compositie. Maar dus het technische is wat we nu goed willen krijgen. Dus die belichting juist krijgen. Als het lukt om die, om die belichting, om die aanduiding van die lichtmeter op 0 of heel dicht bij die 0 te krijgen, dan ben je klaar voor het maken van je foto. Dan kun je die ontspanner, dus als je die half indrukte, dan activeerde je daarmee het autofocus systeem. En als je die volledig indrukt, dan uh, maak je eigenlijk de foto. Dan gaat de sluiter open en dicht en wordt de foto gemaakt. Als je wil kun je die half ingedrukt houden en dan zal bij single focus het focuspunt gevonden worden en zal die, zolang dat je die half indrukt, zal die niet meer wijzigen. Als je terug lost en weer half indrukt, gaat hij weer opnieuw proberen scherp te staan. Dus moest dat storend zijn, kun je eventueel half ingedrukt houden. Maar kijk, als het gelukt is, als je afgedrukt hebt, heb je nu normaal gezien een portretfoto. Uh, ga vooral gaan oefenen daarmee. Probeer meer aan, probeer verschillende situaties, verschillende onderwerpen enzovoort. Maar onthoud ook vooral dat we eigenlijk begonnen zijn met een landschap waarbij dat we veel scherpe diepten hadden en dat we nu overgeschakeld zijn naar een tweede oefening waarbij dat we juist heel weinig scherpe diepten hebben en ons autofocus systeem gebruiken om. De aandacht te vestigen op één bepaald detail in beeld. Dat is eigenlijk wat ik hier in deze les wil meegeven. Voor de volgende les gaan we het weer over een andere boek gooien. Dat zal de laatste foto zijn alweer. Van de opdracht van drie foto's. En uh, waar dat we nu dus telkens met dat diafragma gekozen hebben voor een groot of een klein. en dan met onze sluitertijd onze belichting goed gezet hebben. Gaan we het voor die laatste foto houdt eigenlijk omdraaien. Daar gaan we onze. Um, daar gaat onze sluitertijd belangrijk zijn, omdat we met een bewegend onderwerp zullen zitten. Dat leg ik dan straks nogal, allee, dat leg ik in de volgende les allemaal nog wel uit. Maar omdat ons onderwerp beweegt, gaan we dus vooral een bepaalde sluitertijd nodig hebben. En dan gaan we kunnen onze lensopening daarmee gaan spelen. Dus verder open of verder dicht zetten om opnieuw die lichtmeter goed in het midden te krijgen. Maar dat was het voor, uh, voor deze les. Graag, uh, graag tot de volgende. Hè. Er komt dus uh, de volgende les komt er heel binnenkort aan. Bedankt voor het luisteren.